Dank u wel. Goedenavond. Vanavond valt mijn keus op een legendarische radio- en televisiemedewerker. Hij is 73 jaar en werkt nog volop, bijvoorbeeld bij radio. Zijn naam is Kees Schilperoort. Op een dag kwam hij hier in Hilversum een man in de straat tegen en die zei: "Goedemiddag, meneer Schil." "Schil?" Kees Schilperoort. "Ik heet Kees Schilperoort." Zei die man: "Kan je nagaan hoe snel wij de radio uitzetten als je wordt aangekondigd?" We hebben zo eens om ons heen gevraagd: wat vinden jullie, mensen op straat, waar dan ook, van die Kees Schilperoort? Moet ik dat maar zeggen? Aardige man. Vreselijke vent is dat. Zo'n eigenlijk oude hoer is dat. Oh, leuke man op de radio altijd. Ja, oude zak, hè? Heel oude bekende van radio en tv. Ja, dat is die man met die oude rot in het vak, hè? Van de radio. Nachtprogramma. Laten we hem er maar bij halen. Hij is nu ruim 44 jaar op radio en 35 jaar bezig met allerlei televisiewerk. 73, zei ik al, en hij werkt gewoon hard door. Kees Schilperoort. Proost. Leuk, hè, al die jonge mensen. Ja, vooral die vooraan zitten. Ja. Kees, wij beginnen dit programma. Het is de bedoeling dat er een portret ontstaat van jou. Zo. Met een serie foto's die zo chronologisch het leven van Kees Schilperoort bekijken. Ja. Dit is bijvoorbeeld je geboortehuis. Mijn geboortehuis, ja, op het Loo bij Apeldoorn. Is het een gewoon huis of een bijzonder huis? Nou, bijzonder. Het was een dienstwoning. Mijn vader was aan het Koninklijk Huis verbonden. Wat deed hij daar? Ja, dat is heel moeilijk. Dat moet ik zelf altijd veel uit mijn hoofd leren. Hij was rekenplichtig secretaris bij de intendance van het Koninklijk Paleis en Domein het Loo en de Koninklijke Hartvesterij. Zo. Ja, dat is... En ja, wie heeft zo'n vader? En welke vorsten diende hij? Wilhelmina en Juliana. En zijn vader diende Willem III. Hoe? Hoe? Als veearts. Hey. En die moest iedere morgen, daar was hij in vaste dienst ook, hij had ook een praktijk. Ja. En dan moest hij iedere morgen de paarden van Willem III onder de staart gaan kijken of ze iets mankeerden. Oh ja? Ja. Ja. Dat heeft hij heel goed gedaan. Oh ja. Ze mankeerde niks? Niks. Nooit. Nee. En hoe noemde die man dat werk? Ik heb mijn grootvader nooit gekend. Maar is dat nooit verteld, het verhaal? Als ze peerden... Ja, de oude Schilperoort gaat de peerden onder de staart kieken, zei ze dan. Ja. Dit huis, wat betekende dit in je leven? Nou, daar heb ik 20 jaar gewoond. En dat heeft mijn vader in 1925 laten bouwen, want hij vond het op het Loo een beetje te stil. En dat heeft mijn vader laten bouwen met 1500 meter grond eromheen. En dat kostte in totaal 10.000 euro. Ongelooflijk, hè? Ja. Je zei hij vond het Loo te stil. Hoe sprak hij nou eigenlijk over zijn werkgever, de Oranjes? Of werd er niet over gepraat? Jawel. Ja, nee, daar sprak hij heel gunstig over. Zij ook over hem trouwens. Ja, ja, ja. Maar positief, je mocht er niets van zeggen. Wel, nee, maar dat deed je in die tijd ook niet, hè? Nee. Nee. Dit is het kleine Schilperoortje. Oh, schattig jongetje. Ja. Ja, hier was ik 1 jaar. Ja. En hier? Hier was ik 1 jaar of 4. Toen zat ik nog met mijn ouders voor dat geboortehuis. De middelste ben jij niet, hè? Nee, dat is mijn moeder. Moeder? Ja, moeder. Vader en daarnaast zit je. Ja. Nog even snel zo'n... Dat ben ik ook met mijn moeder. Bij dezelfde fotograaf genomen als die andere, want ik heb hetzelfde pakje aan. Hoe groot was het gezin? 3 personen. Ik was het enige kind. Heb je dat erg gevonden, geen zusjes en broertjes? Totaal niet. Waarom niet? Nou, als ik naderhand zag hoeveel ruzie er was tussen zusjes en broertjes en schoonzusters en zwagers, dan dacht ik, wat ben ik blij dat ik daarvan gespaard word. En wees eens eindelijk eerlijk, door wie ben je allemaal verwend? Nou, ja, door mijn ouders. Die moeder? Ja, door mijn moeder en mijn vader. Maar door mijn moeder toch eigenlijk wel het meest. En mijn vader had 1 ongehuwde broer en 2 ongehuwde zusters en die woonden bij elkaar. Ja. En ik was dus het enige neefje en ik ben schandalig verwend. Had je een lieve moeder? Ja, een aardig mens. Ja. En vader? Streng? Nee, hij gebruikte veel krachttermen, maar die was hij ook zo weer vergeten. Weet je nog wat hij zong als hij zich stond te scheren? Ja, dat was een lied.
En dat kan ik, ja. Dat begon met de regels, op de Amsterdamse brug liggen de meisjes op hun rug. En dat... En dat in die tijd al? Ja, en ik moet je eerlijk zeggen, ik weet de hele tekst nog uit mijn hoofd, die durf ik hier niet te horen. Maar toen jij klein was, begreep je toen met je vader zong? Nee, toen niet, maar later is het op me doorgedrongen. Ja. Je bent ook nog eens een jongetje op een vliegende Hollander geweest. Ja, en daar zie je op de achtergrond Paleis het Loo, wij wonen daar dus schuin tegenover. Had ik een vliegende Hollander, ja. Maar prachtig, die dingen zijn er niet meer, hè? Ik zie ze nooit meer. Nee. Maar die waren erg goed, hoor. Als je zo van genieten. Nou, dit vind ik zo mooi, hè? Je bent volgens mij die vrij lange jongen hier boven. Ja, en ik was toch helemaal niet zo lang, maar... Nee. Welke voetbalclub is dit? Ah, de beroemde oude, een van de oudste voetbalclubs van het land, Robur et Velocitas. En wat speelde jij daarin dan? Midvoor, want dan hoefde ik weinig te lopen, want dan had ik een hekel aan. Maar een echte midvoor moet echte midvoor, ik maakte wel doelpunten. Eerlijk waar? Ja, als ik vlak bij doel stond en ik kreeg zo'n bal op mijn schoen, dan ging die nu nog wel eens in. Hoe lang heb je gevoetbald? Nou, niet zo lang. Ik ben tot het A-elftal van de junioren doorgedrongen, maar er waren in die tijd maar 3 elftallen. Ja. En toen was ik geloof ik 16 jaar en toen moest ik naar dansles. En die vond ook, die dansles was ook op zaterdagmiddag en het voetballen ook. En dat vond ik de grootste verschrikking in mijn leven eigenlijk. Als je nou over verdriet spreekt, dan was het dansles. Maar waarom? Omdat ik amuzikaal ben en geen maat kan houden. Hey. En ja, dan zaten we in de sociëteit in Apeldoorn, zaten we met jongens met een donkerblauw pakje aan naast elkaar. En aan de andere kant zaten de dames. En dan zei mevrouw Verhoeks uit Zutphen, daar hadden we dansles van, willen de heren een dame gaan vragen? En dan gleden wij naar de overkant om de mooiste meid eruit te halen. Maar die had dan altijd iets aan de rechterhoog of weet ik wat. Maar als ik kwam, dan was het... nee, en dat is mijn leven lang zo gebleven. Maar zou het aan jou gelegen hebben of aan de meid, zoals je zei? Nee, aan mij, want ik kon niet dansen. Dus iedereen, ik was de schrik van Verhoeks, noemden ze mij. Ja. Waarom voetbalde jij in Apeldoorn niet in AGOVV? Ja, dat weet dat ik ook niet. Dat is de club van Apeldoorn. Ja, maar ja, Robo was zo zwak. En die stond daar meestal onderaan. Maar dat was wel een hele aardige club. En toen voetbalde ik daar. Ik denk, misschien kan ik ze nog wat versterken en bovenop brengen, maar dat is me niet gelukt. Nee. Weet jij nog wat AGOVV betekent? Dat betekende vroeger Apeldoornse geheel onthouders voetbalvereniging. Dat is zeer juist. Ja. Maar zou het kunnen zijn dat je om die reden niet in die club mocht voetballen? Toen nog niet, maar nu was ik nooit donateur geworden. Maar nou, die naam is veranderd, dat weet je. Oh ja? Ja, want ze konden op laatst bij AGOVV geen 11 spelers meer krijgen die geen pilsje dronken. Oh. Dus. En toen hebben ze het genoemd, altijd goed oefenen voert verder. Nou, dus, dat moet je ook even uitzoeken. Oh ja? Ja. Wie is dit? Dit ben ik, toen ik 16 jaar was. Toen liet mijn moeder een foto van mij maken voor de verjaardag van mijn vader. En ze liet van zichzelf ook een foto maken. En wat zei je vader toen hij die foto kreeg? Dankjewel, zei hij, maar je kon aan zijn gezicht zien dat hij er niks aan vond. Had liever wat anders gehad. Hij had liever een kistje sigaren gehad. Ja. Geen verdriet, betekende het? Nee. Nee, wel nee. De trouwfoto? Ach, Lien en ik. Het gemeentehuis te Deventer. Ja. 1945. Ja, ja, ja. We hebben net een groot feest achter de rug. Hoe rijk is dit bruidspaar? Hoe bedoel je? Nou, al die prachtige japon van Lien en... Dat hadden we allemaal geleend. Ik geloof dat ik alleen een onderbroek van mezelf aan had. Jullie waren gewoon straatarm. Ja, wat dat betreft, het was er niet, want het was in 1945. Ja. Dus Lien heeft van een vriendin de bruidsjurk geleend. En ik heb van een vriend het jacket geleend. En die jongen had een jacket en dan was iedereen, dan moet je naar Nol gaan. Want die heeft een jacket. En toen ik op de stoep stond, zei oh, moet jij ook alweer een jacket van mijn lenen, zei die. Die hebben, andere mensen hebben dat jacket verslepen. Waarom ging je toch trouwen, terwijl je... Beide eigenlijk, Lien en jij, arme jonge mensen waren. Waarom gingen mensen dan toch trouwen in 45? Ja, omdat wij zoveel van elkaar hielden. Hoe vind je die? Was het ook van, de oorlog is voorbij en nu... Ja, natuurlijk, daar hebben we ook op gewacht, want wij waren in 1942, hebben we ons nog officieel verloofd. Dus. Maar toen hebben we gewacht dat de oorlog afgelopen was en toen zijn we getrouwd. En kon je makkelijk een huis vinden en dat soort dingen? Ja, ik had nogal wat... connecties. Uit cafés en zo. En dan, ja, dan kom je nog alles mensen tegen die zeiden, ach ja, daar heb ik ritsel wel iets voor je. En toen kregen wij een fraaie woning toegewezen. En waar leefde je toen van? En nou, ik zat bij mijn vader. Op dat paleis.
En ik was hoofdredacteur van een nieuws- en advertentieblad. Hé? Ja, dat heb ik ook nog gedaan. En je schreef gedichtjes? Ja, dat deed ik ook, maar dat deed ik al toen ik nog op school zat. In de Amsterdamse Krant. Ja, en dat, er is dus een conflict mee geweest van, naam, wilt u uw naam niet veranderen of zoiets, hè? Dat was mijn tante zus. Die zei, Kees, jij tekent met C. Schilperoort. En zij heette ook C. Schilperoort. Toen zei ze, en nou vind ik het toch zo vervelend, want ik was bij de slager en toen dacht de mevrouw dat ik die gedichtjes schreef. En dat vind ik zo verschrikkelijk. Nou ja, dat heb ik dus niet gedaan. Maar. Ja. Dit is een prachtige foto. Hoe lang heb je bij de KRO gewerkt, voor de KRO gewerkt? Nou, 35 jaar, ja. 10 jaar freelance en 15 jaar. Dit is mooi, hè? Ja, dit is prachtig. Kopstukken. Ja, met, ja. Programma dat jaren, een jaar of 9 of 10 heeft nee, bestaan? Nee. Dit heeft 4 of 5 jaar geduurd. Aan wie heb je de sterkste herinneringen? Nou, aan Kees de Lange, want daar heb ik nog veel programma's mee gedaan, ook in het land draaien, maar dat we gramofoonplaten gingen draaien bij bedrijven en zo. Maar aan Godfried Bomans natuurlijk ook. Weet je nog een verhaal uit die tijd van Bomans? Volgens mij weet je vele verhalen. Ja. Uit die tijd van Bomans. Ik had nog een mooi verhaal. Dat ik kwam een keer in de KRO-studio tegen. En toen zei hij tegen mij, zeg goede vriend, moeten wij niet even in de tapperij op de hoek een kelkje gaan drinken? Hij zei nooit een café, hij zei nooit een borrel, maar een kelkje. Ja. Ik zei, nou dat is goed. En wij gingen naar het Tolhuis. Bruin café. En Godfried bestelde tot mijn verbazing, mag ik van u een advocaatje? Ja, dan. Toen bestelde hij een tweede advocaatje. En toen bestelde hij daarna een derde advocaatje. Toen zei ik, Godfried, ben jij zo gek op advocaat? Toen zegt hij, nee, helemaal niet. Ik zeg, waarom bestel je het dan? Hij zegt, kijk, als ik 3 jonge jenever bestel, dan gaat het me smaken en dan drink ik verder. Maar als ik 3 advocaatjes op heb, dan word ik misselijk en dan hou ik hem niet op. En er is een verhaal uit de tijd van Bomans en de Volkswagen. Ja, dat was ook zo mooi. Er zat een, in dat café was op dezelfde middag. Er zat een man met een leren jas aan en die bood ons een consumptie aan. En nou ja, de namen we dan. En toen zei God, we dronken die man toe. En toen zei Godfried tegen hem, meneer, drinkt u zelf niet een kelkje mee? Toen zei die man, nee, ik heb de vracht al binnen. Ik moet zo naar moeder. En ik moet nog achter het stuur. Toen zei hij, oh ja, en wat voor wagen hebt u? Toen zei die man, nou gewoon een kevertje, een Volkswagen, zei hij ook. Toen heeft hij die man, nou, het hemd van zijn lijf gevraagd over die wagen. Hoe die in de achteruitspiegel kon kijken, hoe hard die reed, hoe de ruitenwissers werkten en alles. Ik denk, man. Toen zei hij, nou heren, ik ga er eens vandoor. Ja, zei Godfried tegen mij, laten wij ook maar eens opstappen. We komen buiten. Waar stapt Godfried in? In een Volkswagen kever. Ja. Wat heb je allemaal op televisie gedaan? Ja, daar ben ik begonnen met het snelscheerkampioenschap van Nederland. Dat was mijn eerste uitzending in 1954, weet ik nog. Gulden Schot. Het Gulden Schot. En een mik, daar hebben we 100 uitzendingen mee gemaakt. Dat waren de Boertjes van Buurt. Dat waren de Boertjes van Buurt. Ah, ja, daar krijgen we het nog uitgebreid over. Wat is dit? Volgens gezaghebbende bronnen is dit ongeveer de laatste uitzendingenreeks die je op televisie maakte. De schilder Willing in het midden. Ja. Wie is die vreemde jonge man hier? Dat is onze producer, maar laten we daar maar niet over praten. Nee, dus, hij ziet er vrij oud uit al daar trouwens. Ja, moet je nou zien. Ja. Vond je dat leuk om te doen? Ja, dat vond ik heel leuk. Ja. En hier zijn we dus bij Karel Willing en zo kwamen we in alle mogelijke, musea en dergelijke dingen. En dat was, ik had er ook weinig verstand van. Ik moest ook iemand spelen die er weinig verstand van had. En dat kostte mij niet de minste moeite. Nee. Je hebt toch op de HBS in Apeldoorn gezeten. Wist je toch wel iets van kunst? Nou, meer van literatuur. Maar kunst werd er helemaal niet onderwezen. Beeldende kunst, totaal niet. Nee. In dit programma zijn we bezig een portret van je te maken. En zelf ben je eigenlijk aan dat portret het meest bezig om eraan toe te voegen. We laten ook iemand altijd de loftrompet steken op de gast van die avond. Dat doet is mooi. Een man van een platenmaatschappij die enorm veel van jou houdt, Pim van der Kolk. Ik ken Kees Schilperoort al jaren. Ik waardeer de man ontzettend om zijn humor. Het is een bijzonder intelligent mens. Hij is zeer ad rem. Ik maak hem bij de Stemman natuurlijk regelmatig mee als ik daar als gast ben en hij kan verschrikkelijk afgeleid zijn,
maar toch presteert hij het om op het moment dat hij met een kandidaat moet praten weer volledig bij de les te zijn. Hij heeft hele leuke woordspelingen, de dubbele bodems die erin zitten, daar geniet ik altijd erg van. Hij kan ontzettend veel leuke verhalen over vroeger vertellen, over de Nederlandse zogenaamde scene. En wat ik heel erg aan Kees waardeer is het feit dat, en dat komt weinig voor in dit vak, na 40 jaar nog altijd met zijn Lien getrouwd is. Kees, wie is Pim van der Kolk? Dat is een promotiemanager van een grote grammofoonplatenmaatschappij. En werkt hij nu met je samen op? Hij komt iedere vrijdagavond bij de stemband. En dan om, zoals dit jouw keus is, Kooskeus, heb ik Keeskeus. En dan draai ik om 00:30 en om 01:30 een plaat van mijn keus. Aha. En dan zegt Pim tegen mij welke plaat ik draai moet. Ja. We hebben ook in deze serie De Keus van Koos altijd een soort cabaret optreden waarin de hoofdpersoon wordt beschreven. Het vorige seizoen deden we dat met Hans Dorrestein, de cabaretier. Nu doen we het met eigenlijk een steeds sterker in de aandacht tredende groep in het land. Steeds meer optredens, omdat het ontzettend leuk is om naar ze te kijken. Ze hebben zingen Kees Schilperoord, Jan Vos en Edna Vesuvia. Het leven is het leven, nee, er zit niks anders op. Geniet nou maar heel even, voor je het weet is het weer op. Het leven is het leven, niet veel minder, niet veel meer. De een die doet het rustig aan, de ander gaat er tegenaan. En niemand weet precies hoe het zal gaan. Soms vraag je je af, is hij echt zo gezellig als hij eruit ziet? Of is het voor de show en lijkt het maar zo, en is hij dat thuis helemaal niet? Dat ronde gezicht, die eeuwige lach, en meent hij het echt als hij zegt goeiedag? Ik dacht het van wel, maar je weet het maar nooit. Maar het lijkt me geen man die met de pet ernaar gooit. Maar Kees, trek je van ons niks aan. Want ook na dit lied zal de tijd verder gaan. Het leven is het leven, nee, er zit niks anders op. Geniet nou maar heel even, voor je het weet is het weer op. Het leven is het leven, niet veel minder, niet veel meer. De een die doet het rustig aan, de ander gaat er tegenaan. En niemand weet precies hoe het zal gaan. Zeg, is hij wat dik en misschien wat oudbollig? En houdt hij wat veel van een slokkie? U hoort het alweer, het is de Hollandse sfeer. We stoppen die man in een hokkie. De wijze die komt, met jaren dacht ik. Maar soms denk ik, die Schilperoord die is niet goed snik. Dat boertje van Buten, zijn bloedeigen Lien. En met al zijn kletspraat telt Kees wel voor 10. Maar trek je van ons maar niks aan. Want ook na dit lied zal de tijd verder gaan. Het leven is het leven, nee, er zit niks anders op. Geniet nou maar heel even, voor je het weet is het weer op. Het leven is het leven, niet veel minder, niet veel meer. De een die doet het rustig aan, de ander gaat er tegenaan. En niemand weet precies hoe het zal gaan. Herkende je je een beetje in dit lied? Volkomen. Helemaal. Je was het met ze eens. Ja, maar ik ken Jan Vos ook wat langer dan ja, ja, ja. En hij mij ook. Hoe hou je het vol zo lang bij radio en televisie werken en nu die stemband, een nachtprogramma met alle jonge mensen om je heen? Hoe komt dat? Ach, ik denk door een soort optimisme en dat ik me niet veel van dingen aantrek. En ik kan goed relativeren. Zoals ja. Van nou... we zien het wel weer hoor. Hoe verklaar je zelf dat die jonge mensen je gevraagd hebben het te doen? Ja, dat weet ik. Ja, dat weet ik wel. Ik was een avond, morgen bij Annette van Tricht in het programma Kletskop. Ja. En ik had toen een carnavalskraker gemaakt en ze begonnen meteen de kast uit te vegen dat het zo slecht was omdat ze hem liever niet draaiden. Nee. En toen moest ik. Toen zei ze, maar kun je nog een keer dat spelletje raden maar doen? Ik zeg, ja, maar ik heb geen tekst, geen geluid op de band staan en zo. Ze zegt, nee, maar die heb ik. En dan bel jij iemand op, anders moeten ze jou bellen. Of dan bel jij iemand op, dan bellen ze jou terug. En dan zeg je, welk geluid is dit? En het liep meteen weer als een trein. Toen had ze het geluid van een walvis erop staan.
En ik bel een dame op, zeg nou, we beginnen maar met 300 gulden, want anders is het zo weinig. Ik zeg, mevrouw, welk geluid is dit? Ik denk, dat raden ze nooit. Toen zei ze, dat is een walvis. Maar dat was de avond daarvoor net voor de televisie geweest. Ah. En toen zijn er veel aanvragen en brieven binnengekomen van, waarom doet die man dat toch nou niet meer bij jullie? Ja. En zo ben ik er weer, 8 jaar geleden ben ik ermee begonnen. Maar zwaar dat bij de KRO een keer een mevrouw, dat je met een mevrouw een half uur hebt gepraat aan de telefoon? Ja, want ik was vrij in mijn tijd. Ik hoefde niet te... Nee. En dat was zo'n aardig mens. En daar hebben we allemaal zo vreselijk om moeten lachen. En ja, dat was leuk. Er zat publiek bij. Maar ja, er zat nog een orkest en er moest nog gezongen worden. En een half uur. En hoe eindigde dat gesprek dan na een half uur? Nou, toen zei ik tegen de mevrouw, ik zou een half uur nog met u door kunnen praten. Maar er zijn nog andere mensen die aan bod moeten komen. Dus ik neem afscheid van u. Toen zei ze, meneer Schilbroert, ik kan het me volkomen voorstellen. Want u zult ook alweer aan het werk moeten. Er zijn critici in de zaal, Kees. Die gaan ook iets aan je portret toevoegen. De eerste is een fameuze Rembler. De laatste echte nog levende Rembler. En hij speelt nog steeds muziek met zijn Remblers. Marcel Tielemans. Marcel heeft ook meegespeeld in de Boertjes van Buten. Jazeker. Ja. Hoe noemde hij je? Geurt van de Treuter. Met de schroeftrompet. Met de schroeftrompet, ja. En dat neem ik hem nog altijd kwalijk, want ik verdenk Kees ervan dat hij die naam bedacht heeft. Is dat zo, Kees? Die heb ik bedacht. Ja. En kijk, we moesten in dialect optreden. Ja. En Marcel, dat is geen agrarische naam, vind ik. En op een toeterbliesje, dus is een treuter op de Veluwe. Oh, is dat een treuter? Ja, en een trombone is een schroeftrompet. Het is een schroeftrompet. Geurt van de Treuter met de schroeftrompet. Het liep ook nog wel lekker. Ja. Ik moest dat aankondigen. Hij vond het niet leuk. Nee, nou ja. Ik heb dat al die jaren niet leuk gevonden. Ik had eigenlijk liever Marcel de Tiel gehad of zoiets. Ja. Ja, toch weer Frans spreken. Hij komt uit België. Ja. Marcel, wat heb je aan te merken op Kees Schilbroert? Aan te merken? Ja, misschien komt hij af en toe een beetje stug over. En ik heb eens 1 keer ruzie met hem gehad. Oh ja. Weet je dat nog, Kees? We hadden een televisieopname in Zwolle en ik had een bril op met berookte glazen. En dan kom jij, weet je dat nog? Nee, dat weet ik niet meer. En dan kwam jij naar me toe en zegt ze, wat moet je eigenlijk met je zonnebril op voor een televisie? Ja. En toen ben ik een beetje in debat gegaan met jou, maar jij veegde mij gewoon direct in de hoek van de studio. Dat was zo gebeurd, want jij bent zo gevat en zo ad rem. Daar kan ik niet tegenop, Kees. Meneer Tielemans, wat is dat voor een verhaal van de kakelwals spelen bij de Boertjes van Buten? Ja, dat was een stunt. Dat was een imitatie van een kip. Ja, en met ik moet zeggen, dat was een groot soort... Dat was een soort kakel. Kan het nou niet meer met die tanden en zo en al dat soort dingen. Ik zou het op trombone trouwens ook niet meer kunnen. Maar op 1 dag was het zo, ik had meer succes dan voorheen. Dat herinner ik me wel. Zie je wel. En de jongens achter me, de muzici, die lachten zich kapot. Ik denk, nou, ik heb deze keer ook succes bij de jongens. Maar die dames in de zaal ook, die vooraan zaten, die konden er niet meer bij komen. Toen was het zo na afloop dat ik had, mag ik het zeggen, mijn gulp openstaan. En als... ellende ook nog als misère, droeg ik een rode onderbroek. Dat is echt waar, hoor. Ja, en dan kakelde hij en dan zakte hij steeds door die knieën, dus dan ging hij gulp zo. En hij denkt, god, dat heb ik vanavond een succes, zeg. Vooral bij de jongens, ik denk, nou, dat zit gebakken vandaag. Ik zeg, ja, nou. Hoor, maar nee hoor. Dat was, heb je daarvoor geschaamd, Marcel? Ik heb me daarvoor geschaamd en ik had eigenlijk gedacht dat Kees als conferencier, als Gaetjan Krutmoes, gezegd zou hebben, ach, die arme Marcel en die gaat er, die jongen die maar... Kees, nee, ik heb gezegd, gereden. Je moet nooit je gulp meer dicht doen. Ja, want dat is een succesnummer. Het was ook een succesnummer, maar ja. Verder leuk met hem gewerkt. Oh, geweldig. Het is een geweldige vriend, een kameraad, een bon vivant, moet ik zeggen. Bon meer kan ik niet zeggen. Ja, dat is... En hij ook, hè. Ja, en dan te bedenken dat ik vroeger in de 30e jaren voor de Schouwburg Tivoli urenlang in de rij stond voor de VARA-tournee om Marcel Tielemans te zien. Bij de en na de hand hebben we elkaar ongeveer 40 jaar lang meegemaakt. Ja, tijden veranderen. Ja, maar op. Ja. Marcel, dankjewel. Niet te danken, Kees. Bedankt.
Er zijn meer mensen die iets te vertellen hebben over het roemruchte leven van Kees Schildbroert. En dat hoort u zometeen. In de keus van Koos portretteren we vanavond Kees Schildbroert. En eigenlijk portretteert hij zichzelf. We hebben nog iemand in de studio, Henry Goldsman, de karikaturist. Van Amerikaans-Nederlandse afkomst. En hij is al heel lang bezig om een karikatuur te schetsen van onze hoofdgast. Dat wordt je straks aan het einde van de opname aangeboden. Zo. En dat zou je ongetwijfeld erg leuk vinden. Een jonge presentator met wie Kees Schildbroert, 73 jaar nu, nog steeds samenwerkt. Een nieuw geluid in Hilversum, ook alweer wat jaren. Maar toch een jongeman is Erik de Zwart. Die zit altijd in de buurt van die stemband. Erik. Ja. Hoe doet deze oudere heer dat programma 's nachts van die stemband ten opzichte van de luisteraars? Je kunt het nu zeggen. Hij doet het voortvarend. Dat is ook de reden waarom we 8 jaar geleden gevraagd hebben aan Kees of hij dat wilde doen. Hij haalde het er straks al aan dat hij bij Annette van Tricht een keer te gast was met zijn carnavalsplaatje. En dat er nog een keer Radema gespeeld werd. En op dat moment was ik eigenlijk aan het zoeken voor een nachtprogramma tussen 12 en 2 bij Veronica. Om daar een leuke invulling aan te geven. Ja. Wat heb je voor luisteraars op vrijdagnacht? Het weekend begint. Ja. Mensen blijven wat langer op. Dus je moet op de een of andere manier iets vinden om de mensen te vermaken. Dan kende ik Kees uit het Hilversumse wel een klein beetje. Ik ben hem wel eens in wat localiteiten tegengekomen. Hey, ja, hoe kan daar dat? Hebben we wat, ja, een druk leven. Wat, druk leven, ja. Ja, we hebben wel eens wat wereldse zaken doorgenomen onder het genot van wat versnaperingen. En toen dacht ik van, als ik nou vraag of Kees erbij komt zitten, dan zouden we in één klap zouden we en jonge mensen en oudere mensen kunnen vermaken. En zo gezegd, zo gedaan. En dat bleek ook een goede zet. Want we hebben, en daar zijn we allebei heel trots op, hè, ja, zeker. Het best beluisterde nachtprogramma in Nederland op de radio. Ja, maar je bent jong en je wil wat. Waarom wil je dan toch met zo'n oudere radiomedewerker samenwerken? Nou, omdat Kees om te beginnen niet oud is. Hij is jong van geest. En hij past zich altijd in alle situaties aan. Ja, en ik moet je zeggen dat ik in die tijd dat ik met hem samengewerkt heb, ik ben niet de enige geweest die dat nachtprogramma met hem gedaan heeft. Annette van Tricht heeft het gedaan, Jeroen van Inkel zelfs een tijdje. En Kees heeft zich altijd wonderwel overeind gehouden tussen al die jonge mensen. Neemt hij die luisteraars nou in de maling of niet? Nou, dat is eigenlijk toch denk ik wel mijn kritiek. Dat is eigenlijk koning leedvermaak, hè? Wordt hij wel genoemd. Ja, ik vind het eigenlijk wel, ik vind het eigenlijk wel een stukje van kritiek. Ik krijg altijd een beetje de indruk dat Kees de mensen altijd probeert in de maling te nemen. Ja. Dat vind ik eigenlijk heel dan gemeen. Is het toch een teken dat je een oudere man niet begrijpt. Oh, je vindt het leuk om met hem te werken. Kees is gewoon een absoluut goede man om mee te werken. We hebben altijd heel veel plezier. Ja. Wat we tussen 12 en 2 vrijdagnacht meemaken is een beetje een afsluiting van de week. Het is eigenlijk net alsof daar een huiskamertje staat met wat microfoons erbij. En we hebben kandidaten aan de lijn. Je hoort het ook aan de kandidaten. Die zijn op dat moment het klaar voor jassen. En ja, ik denk dat wij een meubelstuk zijn. En vinden het leuk om met hem te praten. Hè? Zeker. Dat is het enige en dat blijft eeuwig. Dat is inderdaad een grote kracht. Erik, bedankt voor je bijdrage aan het portret van Kees Schildbroert. Erik de Zwart. Ook mijn dank. De zwaarste criticus is een van de meest fameuze slagwerkers van de Lage Landen, Gerard van Bezij. Oh. Iets aan te merken, Gerard, op deze man? Ja, onmiddellijk al. Ja. Een correctie. Zong jouw vader van die meisjes die zo vermoeid waren dat ze met hun rug op de brug lagen? Ja. Ja, maar dat was niet in Amsterdam. Dat was de Rotterdamse brug. Ik ken, weet ie? Nou, Schildbroert. Die zei Schil. In het begin moest ik een beetje aan hem wennen, want hij deed me een beetje denken aan dat Michelin-mannetje, weet je wel? Maar dan gekleed naar de laatste Apeldoornse mode. Dat hem alweer. En die wilde de gevorderen, die had en heeft hij te danken aan het feit dat hij zijn economische kennis nooit toepaste als het om het vullen van de maag ging. En in de taal van hoger opgeleide, zoals Kees, heet dat epicurist of gastronoom. En bij eenvoudige lieden smulpaap of lekkerbek en wijnmuzikanten zei gewoon vreedzak. Dat moet hij zeggen. Ja. Tjong. Nee. Hey, ik herinner me nog. Als wij met het orkest in Rotterdam waren, dat we voor jou met een bus naar een slager moesten rijden. En dan kocht jij
Uierboord. Ja, ja, nou ja, dat doe doen ze tegenwoordig steeds niet eens meer in de kattenbrokjes. Dus dan kun je nagaan. Goed. Hij is toch benoemd geworden, want anders zat hij hier natuurlijk niet. Onder andere dankzij de wietenbouwers, later de boertjes van Buten, dus ook dankzij mij. Ja. En ik heb eigenlijk geen kritiek op Kees, behalve dat hij me een keer een kunstje geflikt heeft. Hij had namelijk een boekje geschreven. En hij kwam mij zowaar een exemplaar cadeau doen. En ik was zeer vereerd met dat gulle gebaar. Zegde hem veel dank toe. In dit boekje. Lees de mooie omslag. Hé, Kees Schilper is een toevallig een televisiekaart, maar niet dat. Ja, zeker. Ja. Ze zien alles, Gerard. Ja, je weet het. Kees Schilper met bloedverwanten en dieren in automobielen naar feesten en kroegen. Ik sla het open, dus om met bloedverwanten en dieren in automobielen naar feesten en kroegen. Ik keek verder met bloedverwanten en dieren in automobielen naar feesten en kroegen. En keek aan de andere kant, dus stond met bloedverwanten en dieren in automobielen naar feesten en kroegen. Dus ik denk, nou, hij gaat zeker met bloedverwanten en dieren in automobielen naar feesten en kroegen. Ja, dat ga je dan denken, hè? Ja. Ik blijf, afijn, ik sla, die kamer is het toch wel, hè? Ja. Dus ik sla dat boekje open. Een dummy. Niks? Nee, nee. En ja, hij, dolle pret, jongen, om de gezicht wat ik trok. En hij zei, en dat komt, een boef. Hij zei, Gerard heeft zoveel gevoel voor de humor en is zo intelligent, zei hij. Die vult die lege blaadjes in gedachten veel leuker in dan ik ooit had kunnen schrijven. Ja, zo kwam hij dus op een stelletje misdrukken af. Ja. En door me de hemel in te prijzen, ontnam hij mij de kans om te zeggen dat hij een gewone laaierlichter was. Ja. Toch heb ik achteraf veel schrik van dat boekje gehad. Als ik visite kreeg, of visite had, ik had het altijd achterloos op tafel liggen. En dan kwam de visite binnen en die zei, oh, heb jij een boekje van Kees Schilper? Oh, wat leuk. Mag ik even kijken? En dan had ik de grootste lol om die stomme koffies die stroep was, die boekje ook betrokken. Dus eigenlijk moet ik hem nog dankbaar zijn ook. Gaf hij nou wel eens een rondje als jullie op tournee waren? Ja, nou, dat wou hij wel. Maar het punt was, kijk, wij met de vrolijke jongens, wij hadden van die 5 keer gewagende vingers, weet je niet. En Kees, zijn vingers die waren vermoedelijk daar iets te dik voor, dat ging niet goed. En toen zeiden we tegen hem, waarom doet Kees dat nou nooit? Ja, dat komt door die dikke vingers. Toen zei hij, ja, maar hij kan toch ook tegen die barkeeper zeggen, ik zeg, maar daar wordt hij veel te moe van. Ja, ja, ja. Van de zaak. Een man die 25 jaar met Kees Schilperoort alle mogelijke radioprogramma's voor de KRO maakte, is Ton Kool. Ja, Kees, Tom, echt kritiek is een beetje moeilijk, want je bent mens, dier en milieuvriendelijk. Ja. Maar je hebt toch wel enige hebbelijkheidjes. Bijvoorbeeld, als wij op pad gingen, dan had je nooit zo'n trek om vroeg thuis te zijn. En ik weet nog dat jouw vrouw Lien altijd zei, met wie ga je op pad? Als jij dan zei met Ton Kool en Jo Budus, Jacques van Kolenburg of Pierre Wijnobel, dan zei ze, dan zal ik maar op de kalender kijken in plaats van op de klok. En dat begrijp ik nooit, want wij waren altijd keurig vroeg thuis, in de morgen. Ja, in de morgen, dat wel. Het was wel zo dat jij een hekel had aan autorijden. Ja. En dat je als een blok in slaap viel naast me. En je had een soort ingebouwd wekkertje. En als we bij het krieken van de dag in Hilversum binnenreden, liep dat schijnbaar af. Dan vloog je omhoog, klaar wakker, en dan riep je, Kool, wat zullen we eens gaan doen? En dan riep ik altijd, ik ga naar mijn nest, dat moet jij ook maar doen, want we moeten om 9 uur weg morgen. Maar ik moet zeggen, je was 's morgens altijd weer fris en monter. Maar ik heb straks het woord leedvermaak even gehoord, en dat heb je toch wel een beetje. Oh. Misschien kun je je nog herinneren dat wij zo'n programma hadden, dat heette Vroeger en Nu. En in die reeks hadden we eens schaapherders, Vroeger en Nu. Ja, dat weet Toen ik moesten nog. We naar een bejaarde schaapherder in Drenthe. Ja. Man zat in een bejaardenhuis, zoeken, zoeken, zoeken. Eindelijk zijn we daar terechtgekomen, dacht ik tenminste. Dus ik kijk nog op het bord of we goed zijn. En ik rijd mijn splinternieuwe auto tegen een muur, half te pletter. Ja. Ik schrok, ik was ingedeukt. Je hebt me prachtig opgevangen daar, want je hebt een half uur zitten gieren van het lachen. En geen blijk van medeleven. Ja, maar kijk, dat noem ik nou leedvermaak. Ja, maar mag ik je dan ook eens iets zeggen?
Wij kwamen daar aanrijden, dat het geen bezoekuur was of zo. Er was een parkeerplaats voor 200 auto's. Daar stond er niet één geparkeerd. En wie knalt dat tegen de muur aan? Ja, nou, meneer Kool. Ik weet nog iets over leedvermaak gesproken. Misschien kun je nog herinneren dat je vroeger had in een variétéprogramma Diane en Durante. Die speelden op kristallen glazen melodie. Ja, in een prachtig avondjapon en een jacket. En dat was toen eens in een feesttent. Er was een hoge bühne getimmerd van stijgerplanken. Nee, het was in Avifauna. Nou, dat kan zijn. Ja? Hoe dan ook, die mensen die hadden veel applaus. Liepen al buigend achteruit. Jij zei nog, Kool, nu gaat het gebeuren. En stortten, die twee stortten anderhalve meter naar beneden. Ja. Toen ze opkrabbelden, heb jij zo moeten lachen dat je bijna niet meer op kon treden. Ja, dat vind iedereen ik moet een altijd beetje lachen leed van haar, Kees. Ja, dat spijt inderdaad. Het spijt me nu nog. Ja. Maar. En ik weet nog iets waar je hekel aan hebt. Behalve aan vliegtuigen en autorijden. Maar je hebt er ook een geweldig hekel aan als iemand je uit de hoogte benadert. Misschien kun je nog herinneren, dat is bij een burgemeester in de buurt van Antwerpen moesten zijn. Die man zat ook in dat programma. En wij werden door een secretaresse in een heel chic kantoor gebracht. Dan moesten we wachten en nog eens wachten. Toen riep jij onmiddellijk, Kool, we gaan naar huis, daar heb ik geen zin in. Toen ben je ook wel een uurtje stug geweest tegen die man. Hoewel later bleek dat het een heel aardige kerel was. Ja. Iets milder mild kun jij ook zijn, Kees, als fans wat te opdringerig worden. Dit verhaal bijvoorbeeld wat mij ter oren kwam, en ik geloof daar onmiddellijk in, dat je zat te eten met je familie in een gelegenheid en een man vervelend zat te giebelen en te kijken en zelfs zo brutaal en opdringerig werd dat hij aan jouw tafeltje kwam staan bij jouw gezelschap. En toen werd jij zo kwaad, wat ik niet zo vaak heb meegemaakt in mijn leven, maar toen heb jij gezegd volgens het verhaal, en ik geloof er beslist in, meneer, mag ik u iets zeggen? Ja, zei die man, die glom, die denkt, schildbroer gaat iets tegen mij zeggen. Hij zegt, bij veel mensen kun je duidelijk zien dat ze een toupet hebben. Bij u zie je er geen moer van. De man is heel stil geweest, Kees. Ja. Kees, ik heb zo nog wel 100 verhalen uit die Koos zei 25 jaar. Ik geloof dat er nog wel 35 jaar zijn. Maar ik lees ze meestal terug in je column in het bekende landelijke ochtendblad. En het merkwaardige is, ik geniet ervan, dat ik me vaak zelf tegenkom in die verhalen. En die verhalen onmiddellijk weer tevoorschijn komen. Maar moet je dan om jezelf, Kees, lachen of niet? Moet je dan om jezelf? Ik moet er altijd toch alweer om lachen natuurlijk. Ja. Dat moet gebeuren. Ik heb na het half uur van die in elkaar gereden auto ook alweer moeten lachen natuurlijk. Ja. Maar Kees, laat ik één ding zeggen. Ik heb veel schik met je gehad. Hoe dan ook. Ja, ik met jou ook. Nou, Tom Kool. Bedankt, Tom. Karel. De laatste die aanmerkingen en opmerkingen heeft om het portret te voltooien van Kees Schildbroert is Willem van Kooten. Vroeger was hij Joost de Draaier. Willem. En Lien. Lien is er ook gelukkig. Ja, Lien is er. Het dynamisch duo van het Gooi sinds jaar en dag. Ja. Sinds de mobilisatie van 1418, als je mij vraagt. Ik weet niet beter, eerlijk gezegd. En Kees, menig keltje, nietwaar? Ja. Bowmans, de Zwart, bedoel. Ja, noem ze maar op. Kees kwam ik dan ook tegen. Kijk, vroeger gingen ze Hilversum altijd om 1 uur dicht. Weet je nog, dat vonden wij vervelend. Maar tegenwoordig kan je uren, dagen, enfin, ik niet meer. Kees nog wel, af en toe heb ik gehoord. Kees is een hele boeiende man. Onmogelijk om boos op hem te worden. Als radioman heb ik altijd groot respect gehad voor een ander groot radioman. Merkwaardig wijs trouwens zit hier een, dit programma kan zo het Omroepmuseum in trouwens. Heb ik me net zitten realiseren. Hoeft de regisseur niets meer aan te doen. Nee. Is kant en klaar. Hoeft hij niet, juist niet monteren, want er zijn hele leuke dingen gezegd hier. Ben ik ooit boos geweest, werd mij gedwongen om te zeggen, want ik moet een beetje kritiek hebben op Kees, het is uitgesloten. Ik heb heel lang moeten nadenken. Echt boos ben ik nooit geweest op Kees. Eén keer een beetje verdrietig. Ik heb hem van onheil proberen te redden. Is mij helaas niet gelukt. Er werd mij een plaat aangeboden, 8 jaar geleden. Kees Schilperoort zingend. Ja. Toen was de milieuwetgeving nog niet zodanig. Als vandaag de dag. Hij is er ook tussendoor geglipt. Ik heb nee gezegd. Want als je het goed voor hebt met iemand, dan probeer je hem te beschermen. Ja. Ik heb Kees om even gezegd, Kees, die plaat breng ik niet uit. Ik vind jou veel te aardig. De producer en de componist van het lied, die zijn erin geslaagd om toch een plaatsmaatschappij te vinden. Hij is uitgebracht, maar gelukkig heeft niemand het ooit gemerkt, geloof ik, dat hij aan de afrekeningen, moet je dat gezien hebben, Kees. Die waren, vielen tegen, hè, die afrekeningen, denk ik. Nou, daar kan ik je nog iets over vertellen. Maar mogen we het eerst even horen? Ja. Oh, hebben jullie me hier? Ja, we hebben vader heeft een video. Daar is hij zelf de show. Hij is de held van heel de straat met zijn geweldig apparaat. Vader heeft een video.
De mensen zien te veel ellende. Nou, dan breng ik toch opnieuw uit. Hij kan opnieuw uitgebracht worden. Een remix. 1990 en dan aan Erik de Zwart aanbieden. Begrijp je? De houseversie. Ja. Kom. Wie had die plaat nou eigenlijk gemaakt? Hoe kom je er zo gek om dat te doen? Ja, dat is een andere gek natuurlijk. Dat is Chef Rademakers, onze producer die dit programma de wereld inzendt. Dacht ik het niet. En die zei tegen mij, weet je wat wij gaan doen? We gaan een carnavalskraker met jou maken. Ja. Ik zeg, nou, ik kan helemaal niet zingen. En hij zegt, jawel, Kloes van Mechelen heeft de muziek geschreven. En wij gaan daar dan en dan die avond naartoe. Nou, wij naar Kloes, die heeft een studio. En dan ben ik erachter gekomen. Als je 80 keer één regel zingt, dan is er altijd wel één keer van goed. En ze zeggen, dat is een goeie. Nou, en dat heb ik gedaan. En de plaat kwam uit en Chef zei op de heenweg tegen mij, ik heb eens even gerekend. Maar als die gaat lopen, je krijgt er geen cent voor, hoor, zei hij, want Kloes en ik betalen alles. Je krijgt alleen de royalties. Maar dan kom je toch, als die gaat lopen, op 20.000 gulden. Ik denk, nou, dat is mooi voor zo'n avondje zingen, zeg. Ja. En op de terugweg zei hij, het is zo goed, als hij nou nog met zo'n verzamelplaat gaat lopen met André van Duin en Ria Valk, dan vang jij 30.000 gulden. Nou, ik heb nog maar niks gekocht, want ik denk, ik moet toch eerst maar even afwachten. Maar ik vond het wel leuk. En toen, in april, kreeg ik de afrekening van de royalties, 67 gulden en 69 cent. Toen zei ik dat tegen Chef en toen zei hij, val me toch een beetje tegen. Ja, zo gaat het in het vak. Ja, zo is het. Maar je lag er niet echt lang wakker van. Jij wist het toen al, Dat wist ik. Je, dat het niks werd. Nou, ik heb gelijk gehad. Achteraf, gelukkig voor Kees, toch eigenlijk. Maar nu is het weer leuk. Nu kan het weer wel vinden. Kees, we doen het. Kan het alleen in is dat verder te bespreken straks? Met de producer moet ik hem weer spreken. Zeker? Ja, zeker. Nou, maar inmiddels ook alweer een oudere man geworden. Ik garandeer je dat het deze keer 71,90 wordt. Ja, ja. Nou, minstens. Daar gaan we toch vooruit. Willem van Kooten. Willem, bedankt. Kees, wij naderen het slot. Henry Goldsman, heb ik gezegd. De Amerikaans-Nederlandse karikaturist heeft ook jou... Ja. ...als karikatuur... moeten verwezenlijken. Hoeft hij niet verder te doen? Weet ik niet. Hij komt nu bij ons. Henry Goldsman. Kijk eens even. Daar. Dit is het. Hoe ben je te werk gegaan om Kees Schilperoort te karikaturiseren? Nou, ik ben uitgegaan van foto's dus. Ik teken altijd van foto's, mijn karikaturen. En die wou ik eerst even laten zien. Ik heb dus hier een foto nummer 1 gemaakt. Daarvan heb ik dus langzamerhand ben ik daar van gaan tekenen. En daar heb ik dus uiteindelijk een karikatuur. Heb ik dus zo gemaakt. Dus, oh, dat is geweldig. Oh, okay. Ja. Henry, was het moeilijk om hem te maken? Nou, ik heb in feite... Want je hebt wel een heleboel echte foto's ook gezien. Nou, ik heb hem eigenlijk gewoon nagetekend. Als ik het hier nu zie, heb ik eigenlijk misschien te weinig overdreven. Misschien. Ja, maar dat is echt een karikatuur. Wat waren de moeilijke punten? Nou, ik denk voor zover het op papier kon passen. Dus hier dus de onderkin, zou ik zeggen. De bril is uitstekend. Nou, ik heb in feite dus niks overdreven. Dus het was in feite gewoon het teken van een portret. Dus voor mij... Oh. Nou, ik geloof dat ik nou maar ga, want dat als dit mijn portret is. Ja. Kan je dat nou hebben, dit, zoiets? Uitstekend, ja. Ik vind dat geweldig. Ja? Ja, hoor. Vind je niet vervelend dat hij dat zegt? Nee, je krijgt een ereplaats. Nee. Oh, ja, zeker. Ja. Je krijgt hem ook heel mooi ingelijst mee. Nou. Henry Goldsman, dankjewel. Dank je. Je gaat hem nu inlijsten. Zeg hartelijk dank. Ik vind het geweldig, hoor. Alsjeblieft. Je wordt er niet kwaad om, hè? Nee, ik vind dat juist leuk. Dat is... Ik heb in het begin van de uitzending een klein verhaaltje verteld over die man die op straat zei, ja, meneer Schil. Ja. En dan weet je hoe snel we de radio uitdoen. Ja. Jij kwam nog eens een man tegen op straat en daar wou je eigenlijk niet op ingaan toen hij zei, bent u Schilper? Wat is dat voor een verhaal? Vind je een mooi verhaal? Dat weet ik niet eens meer precies. Hè. Er was iemand die zei, bent u meneer Schilper? Had je geen zin om daar te zeggen, nee. Oh, ja, daar zat ik in een café. Dat was in de... Hey. Heel toevallig moest ik even lunchen. Ja. Maar zal ik dat eens doen? Je gaat naar café in. Ik zat, en dat was in Beuningen in de Betuwe. Ja. En daar staat een man, een oude man, staat een cognacje te drinken, een vieutje, aan de tapkast. En toen zei hij tegen een andere oude man, verrek, daar zit Kees Schilperoort.
Toen kwam die naar me toe, die zegt, ha, die Kees. Ik zeg, ik ben Kees Schildbrood niet. Toen zegt hij, nou wees maar blij, want die vent heeft zo'n afschuwelijke dikke hersen, zei hij toen nou. Allerlaatste opmerking in het maken van dit portret is, je vrouw Lien is al genoemd vanavond. Ik wil aan haar vragen, ik weet dat ik Lien mag zeggen. Lien, heb je hem nou een beetje herkend na al die tientallen jaren in dit programma? Ja, is die zo? Hij is echt zo, ja. Het is verbluffend goed en eerlijk allemaal. Ja? Ja? Is het zo of is het erger? Nee. Nee, niet erger. Nee. Het is soms verschrikkelijk geweest, maar... Nee, maar het is echt heel goed. En je blijft bij hem? Ik blijf bij hem. Ja hoor. Okay. Ik ga door mazzel, hè? Ja, nou. Dames en heren, de keuze van Koos viel vanavond op een legendarische radio- en televisiemedewerker. En het heerlijke van die man is, hij blijft gewoon doorwerken. Ook al is hij 73. Denk daar maar eens goed over na. Dank u wel voor uw aandacht. Kees, bedankt. Koos, jij ook. Goedenavond. Kijk nou toch eens.